Abonneer en een like op die motherfucking shit. What up gamer gang, vandaag het grote nieuws. Oh my god, er gaat van alles veranderen. Wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Ik zal het jullie vertellen, misschien heb ik het al eens op Twitter verteld, maar deze jongen had een burn-out. Er was corona, er was genoeg aan de hand waarom ik even niet lekker in de flow raakte, maar de boy heb de flow weer gevonden. Want na een tijdje dacht ik van oké, dat kut voelen, daar worden we ook niet vrolijk van. Is er niet een hobby of zo waar ik heel veel tijd in kan spenderen, waardoor ik me opeens weer beter ga voelen? Nou, natuurlijk, tot uiteindelijk is het me gelukt. Ik ben gewoon wat dieper in games gaan duiken en ik ben er weer achter gekomen dat toch is het iets speciaals dat gamen. Het houdt me op de been, het zorgt ervoor dat ik de meest wilde verhalen meemaak en te vertellen heb aan mensen. En ik merk dat veel mensen vinden dat ook tof, veel mensen delen die passie voor games. En nou zat ik te kijken naar mijn eigen YouTube kanaal en ik probeerde me een beetje te verschuilen. Stel, je bent een kijkertje, hoe ga je er naar kijken? En op een gegeven moment denk ik, dit is eigenlijk, het slaat echt helemaal nergens op. Dus ik, bij deze bied ik ook mijn excuses aan. Als je al longtime kijker bent van het Tisco kanaaltje, ja sorry man. Ja, het lijkt gewoon af en toe echt helemaal nergens op. Zeg maar, het is best wel fucked up, ik zeg het je eerlijk. Bijvoorbeeld in het verleden wouden jullie heel graag game aankopen, dus dacht ik misschien moet ik daarmee stoppen. En nu upload ik eigenlijk alleen nog maar Animal Crossing. Mitch, deze is speciaal voor jou, ik weet dat je het zat wordt. Maar ik heb goed nieuws, want we gaan het namelijk over een andere boeg gooien. Vanaf nu heet het kanaal GamerLibby. Tisco blijft wel nog steeds, maar het kanaal heet dus nu GamerLibby. En dan kan je denken van, ja, waarom nou weer? Dat is ook weer niet consequent, hè? Andere naam, hele andere beleving. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dames en heren, ik ga het jullie uitleggen. Ik heb in een ver verleden stage gelopen bij GameKings. En daar maakte ik GameKings Extra. En dat vond ik eigenlijk wel erg leuk. Toen was ik met de kamer ging zo lopen en dan ging ik allemaal, kijk allemaal games, allemaal leuk, super vet. En toen op een gegeven moment ben ik daar weggegaan en toen zijn Veras al gelijk, dude, je moet dat soort content op je eigen kanaal maken. Het schijnt een beetje een eigenwijze doel te zijn, dus ik dacht, weet je wat, fuck it, ik ga even 5 jaar lang of zo kijken of ik misschien iets anders kan doen. Weet ik veel, weet je wel, Lama of zo, of ja, andere content op mijn kanaal. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar nu ben ik recentelijk begonnen met het opnemen van GamerLibby. Het zijn een soort van, ja, dus gaming vlogachtig kan je het wel noemen. En ik moet zeggen, ik voel die vibe ontzettend. Ik heb ontzettend veel zin om dat te delen met jullie. En ik hoop ook dat jullie de GamerLibby gaan leven. Want ja, dat is toch eigenlijk waar het om draait. Al die ellende in de wereld. Waarom rellen als je ook gewoon in San Andreas wild kan gaan? Weet je, dat kost niemand geld, hè. Dat is gewoon gratis om daar gewoon een beetje ellende te trappen. Dus nee, ik ga jullie helemaal meenemen in de GamerLibby. Ik vind het super tof dat jullie erbij zijn. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet te abonneren. Ja, ik ga nu die bitch boy zijn die aan elke video zegt: abonneer en like op die motherfucking shit. Dat ga ik nu elke keer doen. Jawel, dat is ook onderdeel van de GamerLibby. Maar volgende week trappen we af met een video van mijn complete gamecollectie. Dus ik hoop jullie daarbij te zien. En voor nu zeg ik adios amigos.